woestijn nadert. En daarom ben ik bezig te verhuizen. Maar waarom? Weet u ook waarom men bezig is de gooisels te vermalen? U weet zoveel. Och ja, dat kan ik toevallig wel uitleggen. Kijk, het zit zo. Hier in de natuur wordt solium gevonden. En 1 gram solium... Wat is solium? Solium is... wel, het geeft energie. Als je begrijpt wat ik bedoel. 1 gram solium geeft genoeg energie voor een jaar. Voor een hele stad. Geweldig, hè? Heel geweldig. Ja. Nou, is 1 gram veel? Nee, juist heel weinig. Dan begrijp ik het niet. U hebt zo'n reusachtig denkraam. Wat voor u weinig is, is voor mij veel. Want het bos hier beneden is vermalen. En ik vond het een groot bos. Als u zegt dat de woestijn goed is, dan is hij natuurlijk goed. Ja. Wat is een dwerg tegenover een reus? Zo moet je het niet zien. Ik bedoel, ach, wat bedoel ik eigenlijk? Komt u niet even naar binnen? Ik heb een futvoeder gemaakt die eeuwig kan draaien. Het is maar dom werk, maar als u hem wilt zien. Ach nee, een andere keer graag. Mijn hoofd staat er nu niet naar. Ach ja. Wat is zo'n knutsel voor de reus Bommel? Ik kan beter gaan verhuizen. Dag Kweetal. Mag ik die futvoeder eens zien? Toevallig hoorde ik net wat je tegen je Olly zei. Kom binnen. Denk om het trapje. En de natelaar hangt uit elkander. Dat komt van de verhuizing. Oh. Maar de futvoeder werkt nog. Wat is het eigenlijk? Oh, heel gewoon. Een eeuwig beweger, je weet wel, die altijd blijft draaien. Kijk maar. Leuk, hè? Eeuwig bewegen? Hè? Hoe kan dat? Oh, heel gewoon. Je doet gewoon een slangetje aan de gnom en dan steek je het in de grond. Dan trekt de zappel vanzelf omhoog, zodat het wiel gaat draaien. Oh, ja. Makkelijk hoor, zo'n altijd draaiend ding. Je kunt er van alles mee doen. Water uit de put scheppen en... Ach, ik weet niet wat allemaal. Ik heb maar een klein denkraam. Bommel zou wel meer dingen weten. Dit is nog iets heel anders dan zijn solium. En zou het ook werken wanneer het zo groot was als een huis? Als een huis? Mm-hmm. Dat zou vreselijk veel fut geven. Ja. Het kan wel hoor. Maar waarvoor heb je zoveel fut nodig? Voor een stad bijvoorbeeld. Een reusachtige futvoeder zou alle energie kunnen geven zonder dat er landschappen voor vermalen moeten worden. Je hoeft niet te verhuizen hoor. Heer Olly zal zorgen dat de woestijn niet verder komt. Heer Bommel was bezig op ongeschoolde wijze herfstbladeren aan te harken. Het helpt niet. Bij ieder windje vallen er meer. En het waait maar. Ach, dit is geen werk voor een heer van mijn stand. Ik wilde maar dat Joost terug was. Het leven van een bovenbaas is moeilijk als hij alleen is. Een bovenbaas is altijd alleen. Met min vermogende mag hij niet omgaan. Dat zou het geldwezen in gevaar brengen. Maar... Dag, heer Bommel. Oh, dag, jonge vriend. Kom je even binnen? Dan zal ik thee zetten. 1 gram solium geeft veel energie, maar het kost een groot stuk natuur. Ik weet het, ik weet het, maar 1 kopje thee... Maar daarnet heb ik met Kweetal gesproken. Die heeft een toestelletje dat eeuwig kan draaien. Oh. Op niets. Leuk, hè? Dag, heer Olly. Eeuwig draaien? Op niets? Maar dan... Wacht eens. Bedoelt die jonge vriend soms... Natuurlijk. Ik begrijp al wat hij bedoelt. De oliekoning Amos W. Steinhakker was teruggekeerd naar zijn woning in de Gouden Bergen. Die dag had hij de tijd gekort door het uitwisselen van enige aandelen met de ploffietsmagnaat Grint. En nu zaten de beide heren een weinig uit te blazen. Die solium, daar zit wat in. Ik moet de motoren wat omgooien, dat spreekt. Maar ze blijven in de markt. En of ze nu op benzine of op sodium draaien. Een beetje reorganiseren, saneren en het loopt vanzelf. Maar jij zit ernaast, AWS. Je kunt met je olie bollen gaan bakken. Ach, men moet 2 vierkante kilometers aarde vermalen voor 1 gram solium. En de mammoetschuivers die dat werk doen, lopen op olie. Voorlopig nog wel, tenminste. Niet lang meer. Over 1 maand geef ik geen plof meer voor jouw stukjes. 1 maand is genoeg, jongen. In vertrouwen gezegd, ik heb de zaak onder controle. Ah.
De solium is in handen van die nieuweling, OBB, de broddelaar met die spinnen. Je weet wel. Als hij genoeg voorraad heeft, ruil ik mijn olie tegen zijn energie. Weet hij veel. Heel goed. Die spinnen. Dat was... Wat zei je? Heeft OBB de solium? Ja, die nieuweling, je weet wel. Niks nieuweling. Die spinnen hebben mij mijn maaimachines gekost. Die knoeier is dat alles in staat. Niets is hem heilig. Ach, kom, je overdrijft, NG. Het gaat om het spel en niet om de knikkers, want we hebben alle knikkers. En het spel was vermakelijk, zeg nou zelf. Houd die OBB in de gaten. Hij is gevaarlijk, dat voorspel ik je. Als er iets met de energie verkeerd gaat, dan zitten we fout. Vooruit, erop af. AWS gaf zich gewonnen. In zijn hart was hij ook niet geheel gerust en daarom besteeg hij zuchtend het hefschroefvliegtuigje dat altijd tot dit doel gereed stond. Niet lang daarna kon men het toestel op het grasveld achter Bommelstein zien landen. Doch daar dit weinig gerucht maakte, trok het niet de aandacht. Heer Bommel had het trouwens te druk om op zijn omgeving te letten. Hij zat oplettend tegenover het vreemde toestelletje dat Kweetal op zijn verzoek op het gazon had neergezet en staarde naar het snorrende wiel. Oh, wat aardig. Blijft het nooit stilstaan? Nee, zolang het slangetje in de grond steekt, trekt er een sappel in de gnom. Dat gaat altijd maar door, zolang de aarde draait. Oh. Waarom weet ik niet? U zult dat beter begrijpen. Ja, 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 natuurlijk. Het is mooi, hoor. Goed, u mag hem hebben. Oh, als u de woestijn tegenhoudt. Ik kom eens kijken, jongen. Oh. Hoe is het met je generale energie-syndicaat? Wat heb je daar? Een futvoeder. Leuk, hè? Weigert nooit. Wat? Wat is dat? Loopt het op solium? Oh nee, dit is veel beter. We kunnen die solium wel vergeten, ABS. De futvoeder loopt op niets. Zolang het slangetje maar in de grond steekt en de aarde draait, als u begrijpt wat ik... Stop dat, dat deugt niet. Het is tegen de orde der dingen. Wat deugt niet? De futvoeder is toch goed? Hij draait altijd, zonder dat het nodig is om het hele land te vermalen. Want hij loopt op niets, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is het juist. Hij loopt op niets. Wat koop ik voor niets? Wat verdien ik met niets? Stop dat ding en kom mee. Wij staan voor een crisis. Wacht even. Dit gaat zomaar niet. Ik moet de soliumwoestijn tegenhouden, want die is niet meer nodig. Ik moet voor energie zorgen. Energie niet. Stop in. Vlug. Dit is AWS. We staan voor een crisis. Ik herhaal, een crisis. Het perpetuum mobile is uitgevonden. Energie uit het niks. Roep onmiddellijk de bovenste 10 bij elkaar. Oh, niet zo hard. Dat gehol is slecht voor mijn bloeddruk. Maar wacht even. Waar ben ik? Waar gaan we heen? Maar wat wil hij eigenlijk? Kachelkoning Odin Salamander. Wat is een perpetuum mobile? Iets met energie. Een crisis in de energie of zo. Zoiets als aardgas werd ik. Ik had al direct het gevoel dat er iets kritiek was met het sodium. Sinds OBB ermee te maken had. Die knaap die gaat met min vermogen om. En ik ben benieuwd wat ons boven het hoofd hangt. Dit is OBB. Hij heeft de hand gelegd op een nieuwe uitvinding. De eeuwigdurende beweging. Energie uit niets. Wat zou dat? Plastic koning Basil Horokic. Wat gaat mij dat aan? Dat zie ik ook niet. Smeerselkeizer Leverol. Wat is een eeuwigdurende beweging? Dat is een futvoeder. Een soort wiel dat altijd draait. Zomaar vanzelf. Op niets, als u begrijpt wat ik bedoel.